Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations met Sander van Gaming SB. De tijd gaat nu in! Wij zijn druk bezig met Super Mario Odyssey. Ik denk dat er niet heel veel afleveringen meer komen. Ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar ik denk dat ik na Bowser's gebeuren toch wel een keertje richting het eind ben. Want dan moet je dan nog naar de maan of is de maan... Is maan voor het eind of... Nee, de maan is het eind toch? Ja. Oh. Oh, dit was een leven. Die het leven. Ja, maar die had ik dus al. Al zeggen mensen in real life dat nooit heeft gemaakt. Een leven? Ja. Dat was het, ja, ik weet het weer. En dan gaat dat open en dan heb je zo'n maandje te pakken. Dat is dan wel. En dan kan ik waarschijnlijk daar naartoe, ja, precies. Ik begin weer wat te remembering. Zoals in het Engels zou je zeggen, de onthouding. Mm-hmm. Dat is hoe het werkt. Ik denk dat je toch weer even terug naar de cursus moet. Ja, de laatste tijd gaat toch niet zo heel lekker, moet ik zeggen. In mijn Engels. Of nou ja, de laatste tijd deze aflevering vooral. Dat klopt, ja. Nou, wat nog even een maningpakking. Yahoo. Big Yahoo. Brutal battling. Wel jammer dat ik er geen één heb kunnen winnen. Dat geeft niks, Sander. Dat was toch leuk? Tenminste, ik... Ja, als je wint wel misschien, maar ik heb dat niet zo gemerkt. Heb jij het helemaal niet leuk gevonden? Nou, ik vind het niet leuk. Daar ga ik je eerlijk over zijn. Maar ik denk wel dat ik het leuker had gevonden om ook wel in ieder geval een keer te winnen. Snap ik. Het is nu zo van... Ja, het is nu best wel vervelend of zo. Dat je helemaal niks vindt. Auw. Mario, dat was niet de bedoeling. Ik kan ook die vogelcutscene weer opnieuw doen. Vogelcutscening. Ja, ik weet niet wat ik bedoel. Jawel. Wel. In Lunch and Kingdom. Bij die pan. Bij die panning. Nou, niet bij de pan, volgens mij. Waar die multimoon, zeg maar. Ja, dat is toch in de pan? Dan zit je toch in een pan? Nee, volgens mij niet. Oké, dit scheelt wel om even een multimon te krijgen. Oh zo, ja, ik snap al wat je bedoelt. Het was toch in een pan? Ja. Uiteindelijk wel, ja. Au, Mario, waarom kan die ook niet... Bro, boeien dat je zo net in de lava bent gejast. Ik bedoel, je kunt toch wel eventjes je cap gooien. Ja, hij is een loser boy. No cap. Oh. Loser boy, no cap in rationing. Prik. Meen je dit? Ga dan maar dood. Zo. Wow. That escalated quickly.
luistert niet dan. Dan gaat dat maar dood. Ja. Ik dacht even dat je dat tegen mij zei van, nee, je luistert niet. Dan dacht ik, nou, ik had gewoon niet echt veel tijd gehad om te reageren, maar dat... Ik heb dat was helemaal niet wat jij bedoeling. Nee, Sandring. Ik zou nooit zo onaardig tegen jou zijn. Nee. Nee. Ik heet geen Sandring. Dat dacht ik van toen met die Giratina dan. Ja, maar dat was gewoon grappig. Best wel onaardig. Ah, nee. Ja, oh nee. En elke keer als ik voor de comedy zeg van, yo, dat is niet grapje, dan is het... Dan is het ineens, ja nee, dat is niet voor een grapje hoor, dat is echt heel serieus, ik ben niet aan het doen. Nou, doe ze hard tegen mij, zeg maar. Oké, sorry. Ja, ja. Hij accepteert de sorry niet eens. Jawel. Dankjewel, Link, voor de sorry. Oeh, ik ben rollen. Ja, ik hoor het rolling. Echt? Ja. Oh, had ik niet van jou verwacht. Wat een reveal. Echt, hè. Swords of Revealing Light waren dat. Ja. Ik weet niet of je weet wat het is, maar dat was het. Nee. Oh, je bent niet zo'n Yu-Gi-Oh! In. Vandaar dat ik het niet snapte. Ik snap nu wel waarom ik het niet snapte. Telt dat ook? Ja. Auw. Maar ken jij dan... Ben je helemaal niet zo'n Yu-Gi-Oh! Persoon? Ik kan me echt heel weinig dus herinneren van Yu-Gi-Oh! Voor sommige mensen. Ik denk dat ik op die laatste drie... gewoon eens vast zou kunnen gaan zitten. Hier in lunchje. Een beetje exploren heb ik ook gedaan. Toen kwam ik ze vanzelf een beetje tegen. Oh. Ik weet niet of ik deze muzieknootjes ga redden. Ja, schijnbaar wel. Ja, met zo'n music note mastering. Nou. Swimming in the magma. I do be loving swimming in the magma. Ben jij toevallig team magma? Want jij zwemt in de magma. Ja, maar ik wil niet dat alles land wordt eigenlijk. Nou. Gewoon drie dingetjes en dan is het goed. Dan ben je geen team magma. Dat probeerde ik dus ook de hele tijd te zeggen. Maar ja... Mr. Giovanni, die wil weer niet luisteren. Giovanni? Dat vind ik. Moet gewoon iets verzinnen. Maar nog even. Boom. Oh, dat was alleen een coin. Het was alleen een coin in. Ze had niet eens een power-up mushroom in. Oh, omdat die niet bestaat. Waarom is dat? Dat zou ermee te maken kunnen hebben, ja. Yo, ik heb wel zo'n Beneath the Rolling Vegetables. Je bent echt zo'n goeie, hè, bij mij. Moet nog één. Kijk je dit seizoen trouwens de Verraders? Ja. Oh, zeker. Nice. Ik ook. Heb je de maar jij hebt Videoland, dus ik denk dat jij in verder kunt kijken. Nee, bij Verraders niet, bij Expeditie wel. Maar bij de Verraders niet, kan ik niet verder kijken. Ja, Stefano is echt een held, man. Ja. Ik vind dat Jamie hem het al ook van goed doet. First, maar ik weet niet of jij weet wat First was. Nee. Nou, ze hadden toen van... Weet ik het, nou, het was een soort YouTube-kanaal, maar ook een soort live-uitzending.
Dus het was een soort... het was eigenlijk gewoon een stream. Oh, oké. Okay. En was... Dat ken ik wel. Daar is, was Thomas deed ook wel eens aan mee, toch? Ja, Thomas. Die presenteerde dat wel eens. Vlak voordat het met hem en Darcy uitging, volgens mij, toen was hij... Nou, en toen was Dinges ook wel vaak de gast. Rick? Govert. Zei hij toen altijd dat hij heette. Maar dat was dus Stefano Keizer. En oh, echt? Dat was dus schijnbaar... Oh, ik dacht dat je het over, die direct gast had. Jamie. Die doet het ook echt goed. Ah. Ja, die vind ik ook leuk. Ja, maar die doet het ook echt goed. Die is echt slim, zeg maar. Is echt zo slimpie. Ja, dat was een slimpie guy. Dit was niet zo. Sander, jij bent ook zo'n slimpie guy. Nou, eerst zien dan geloven. Oké, ik geloof het al. Geloof in jezelf, Sandra. Dat is wat Suzanne Freek zegt. Dat doe ik nooit weer. Niels van zegt. Ga meteen fout. Ja, maar in jezelf geloven gaat fout. Armo was right zo trots op jouw titelmaking skills zijn. Dat klopt, ja. Nou ja. Vraag is, moet je daar trots op zijn? Dat nee. Hij trots op jou is. Sterretjing. Cool man. Spinning athletes. Oh, je bent een moon. Oh ja, je bent power moon. En ziet eruit als een moon. En je schijnt ook als een moon. Ja, ik kan nu nog wel verder gaan, maar volgens mij kan ik beter gewoon naar Ruined gaan. Als je helemaal naar Ruined kan gaan, zou ik dat wel doen, ja. Ja, waarom niet? Ja, daarom ging ik ook dood. Mm-hmm. Geloof ik meteen. Dat snap ik. Ik vind het nog steeds wel raar dat je sterren eigenlijk niet meegaan. Als ik 2 sterren meer in sand zou doen, dat ik die niet minder hoef te doen in... Ik snap wat je bedoelt, ja. Bowser's Kingdom, daar kan ik nog helemaal niet naartoe. Dat is een hoax. Van de overheid, van die linkse overheid. Sorry, ik was even in mijn cherry rol gestapt. Ik dacht het al. Ik wil het hier al een beetje stinken. Ik weet niet of die stinkt trouwens. Ik denk, dat weet ik ook. Ik denk het haast niet. Hij lijkt me best wel zo'n guy. Die vindt zichzelf zo wat. Ik denk dat hij het niet in zijn hoofd kan durft te halen om niet. Ken je het stukje van Ronald Goedemond wat gaat over Geert Wilders? Dan gaat het ook over stinken. Nee. Nou, die is ook echt grappig. Ik ken wel wat stukje van Ronald. Vooral die met die stofzuiger. Of de... Oh, hoe noemt hij die nou? Oh ja, ruzie met de dingen. Die is zo goed. Ken met die... Ja, dat die... Ja, met de aardappelschijfjes. Ja, met die aardappelschijfjes. Die heb ik live gezien, hè? Echt? Ja, die heb ik live gezien. Oh, wat vet. Oh. Oké, note to self. Ben ik samen met Justin en met mijn zusje en met mijn moeder geweest. Oh, dat is wel ziek. Oh. Wat ook ziek is, hoe Mario beweegt. Jezus, man. En dat was niet op de goede manier ziek. Oh, it worked. Oftewel, zoals in Dora zou zeggen... We gingen over de bergen en door het moeras.
Het lukt dan, het lukt dan. Zo goed lukt het dan. Oké. Kutzooiing. Ja, is het een kutzooiing? Ja. We can do this. Nou, Cappy, eerst zien dan geloven. Ja, het lukt het. Het lukt het. Heb je die van Small en trouwens ook gezien dat hij deze dragon doet? Of dat hij... Fuck. Dat hij Super Mario Odyssey deed met dat Cappy niet bij hem mocht komen? Nee. Maar hij had dus een mod ingesteld dat zodra Cappy bij hem komt, dus je gooit Cappy, dan pas kun je bewegen. Oh, wat? En zodra je Cappy gooit, moet je zorgen dat Cappy dus niet bij je in de buurt komt. Okay, en deze fight heeft hij letterlijk, volgens mij, ja, dan wil ik het ook goed zeggen, maar hij heeft er in ieder geval echt meerdere dagen tijd ingestopt. Wojo. Als in echt uren, dagen. Qua tijd. Maar je moet Cappy toch hebben om die ding te kunnen verslaan? Ik weet niet meer precies hoe die dat deed, maar... Ja, ik weet het niet meer. En het is ook al een tijdje terug dat ik hem gezien had. Ik had hem op stream, dus had ik die challenge ook wel gezien. Want ik had een keer niks te doen schijnbaar. Mm-hmm. Toen was ik zijn stream aan het kijken. Maar toen was hij dus precies bij deze ruined fight. En ja, daar was hij dus heel lang. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja oké. Oké, dit is echt heel lastig. Waarschijnlijk nou zit hij hier nog wel even vast. Ik zag ook hoeveel tijd er al op de timer stond. Mm-hmm. Toen dacht ik, nou... Op zich, het is wel leuk. Mm. Maar nee... Kom op, Mario. Oh, dit is zo. Oké, ik denk dat ik hem nu wel moet kunnen verslaan. Jammer dat ik één keer dood ging. Dat is zeer jammer, ja. Vind ik ook wel. Oh, fuck. Badada. Nog 7,5 minuut in. Ik ga hem... Ja, time to finish him off. He is finishing off, ing. Nice, ing. Geef me maar die 3 sterretjes. Oh, ik ga wel nu leuk de cutscene kijken, maar... Oh, ik kan deze niet skippen. Maar heb je hem binnen 7 minuten uitgespeeld of dat niet? De hele game? Ja. Nee, natuurlijk niet. Ik moet nog naar de maan, hè. Ik dacht dat je al Bowser Kingdom al gedaan had, joh. Nou, daar ben ik nu mee klaar. Maar dan wordt de volgende aflevering echt super kort. Denk ik. Ja, dat weet ik niet. Want ik weet niet wat je op de maan nog moet doen voordat je, zeg maar... Op de maan hoef je helemaal niet zo heel veel te doen, volgens mij. Hmm. Nou, misschien dat ik hem dan wel haal binnen 7 minuten. Maar die laatste battle is wel langer. Ja, 7 minuten niet. Nee. Maar, ja. Nou, misschien dat we hem af kunnen maken als ik echt heel dichtbij ben. Weg ja. Naar de maan, daar komt Mario aan. Ben benieuwd wat hij weer gaat beleven. Oh, sorry. Altijd het slimme idee. He makes dinging mee. En Cappy die nog wat staat te beven. This is in the teal songing from Jimmy Neutroning. Mario Wing. Oh, Mario Wing. Tannering. Het is helemaal niet Jimmy Neutroning. Het is Mario. I was fouting. I'm sorry. Speedrun. Weg naar de maan. Daar komt Jimmy aan. Jimmy? Hoe kan dat nou? We zijn toch Mario aan het spelen? Hè? Leg eens uit. Doe ze aardig tegen mij. Altijd een slimme. Oh ja, maar jij hoeft het weer niet tegen mij. Oké, nee, dan ben ik ook weer zat.
Hij maakt dinging meeing. Dat die klok van die kerk hier, die is wel onheilspellend hoor. Ja? Ja. Dat is niet chill. Ik vind van wel een. Ja, vind je onheilspellend leuk? Ja. Fantastisch. Een. Fuck. Kom dan. Ik heb dit alweer allemaal vergeten, joh. Ik ben een... Oh, flight wat driver. Doe je nou, Mario? Oh, dat. Okay. Oh, nee, zo vlieg je dus blijkbaar niet. Kutzooiing. Sandring, kutzooiing. Trouwens, misschien is Moon langer dan ik denk. Kijk, als je de skip kunt doen. Ja, maar, had ik misschien wel kunnen doen, maar... Ik ben nu aan het vliegen met een dryboning. Weg naar de maan. Daar komt Drybones aan. Ben benieuwd wat die weer gaat beouw leven. Altijd een beetje warm, want er is lava. Ah ja, nee, dat is wel. En lava, dat is nog wel eens heet. Dat is wel eens zo. In Jimmy Neut. Oh. Neutroning. Wacht, waar is de sleutel? Ja, ik word hier gewoon genaaid waar je bij staat. Je wordt er ook genaaid waar je bij staat. Zo. Maar waar is de sleuteling? Sandring, ik kan de sleuteling niet vinden. Weet jij waar de sleuteling is? Nee. Ik heb de sleuteling gevonden. Oh, goed zo. Ik wist dat je het kon. Dat is lief van jou. Je bent een liefie. Nog 2 minuten. Nee, ik denk dat ik nog wel 1 aflevering nodig heb, hoor. Om hem uit te spelen. Dat is veel, hoor. Auw. Zo. Kidooming. Ik ben een hamerbro nu. Hoe ik dat weet, omdat ik hamers kan gooien. Ja, daardoor valt het meestal, daar valt het meestal wel door op, ja. Ja. Oh, dat is niet de bedoeling. Ah! Waarom deed ik ook niet zo tok-tok? Omdat je geen kip bent. Toch op. Nou, het zijn meer vogels inderdaad, daar ben ik het wel met je mee eens. Gelukkig maar. Ik was even bang dat je het niet met me eens ging was. Dat zou ik niet zo heel ziek vinden. Nee, dat is ook niet zo heel ziek. Dus dat snap ik wel. Dat weet ik niet. Bij de magische poedering? Nee, hier. En dan nog eentje. Oh, accelerate a little higher. Accelerate through the sky and celebrate. Ah, daar ben ik vaak zo van. Wow, oké, Sandring. Oké, ik celebrate wel. Gelukkig heen. Celebration, dank u, come on. Good times. Tyfusooi. Het leven haat mij echt zo erg. Dat is niet de doening. Dat snap ik niet. Auw. Oh, nog 15 seconden. Nee, ik ga deze aflevering niet meer halen.
Je denkt wel dat het nog nuttig is om een hele aflevering te doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk nog één aflevering. Zullen we even kijken? De tijd is nu op. Kan ik zo slecht voorstellen? Oh, ik kan echt eventjes niet stoppen. Oké, okay, ik wacht wel even op je. Nu wel. Ja? Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Waarschijnlijk nog één aflevering en dan is het uitgespeeld. Tot de laatste aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Adios, amigos. Doei.